Het onderhouden van een onderneming en diensten verlenen in een ziekenhuis gaan niet altijd even makkelijk samen. En toch zijn studenten van de Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van aanverwante beroepen, COFAP, een andere mening toegedaan. Nieuwsreporter Aranza Swedo maakte voor u het volgende verslag. Om jonge ondernemende vrouwen een stimulans te geven in het ondernemen, organiseert de studentenraad van COFAP vandaag in verband met Dag van de Vrouw die op 8 maart werd gevierd, een vrouwelijke ondernemersbeurs. De reden hierachter is, als je kijkt naar de economische situatie en bijvoorbeeld onze studiegelden, dan is een mini-onderneming toch iets dat inkomt wanneer het moeilijk gaat. Voor mij is het heel belangrijk. Het is gewoon het feit dat je je eigen centen hebt en voor niemand je hand open hoeft te doen wanneer je iets nodig hebt. De vrouwelijke ondernemers zijn van mening dat elke vrouw zich bewust moet zijn van de positieve financiële ontwikkelingen die ondernemen met zich meebrengt. De onderneming moet als een doel zijn van een vrouw. Van, na die doelen, dan komt het dus natuurlijk de uitkoming ervan. Die onderneming nu tegenwoordig om een vrouw onafhankelijk te worden. Je moet heel veel willen en het doelgericht eraan gaan werken. Wij als vrouwen, studenten, in de afrondende fase, natuurlijk is het belangrijk voor ons, want studie en werk gaat een beetje moeilijk. Maar ik kan het wel combineren en ik denk dat de meeste vrouwen zeg maar, kracht inputten om dit alles zeg maar, te kunnen combineren. We leven in een hele moeilijke situatie, waar eigenlijk één baan uitkomen is een beetje heel erg moeilijk tegenwoordig. Nee, het is niet makkelijk, maar ik ben eigenlijk tijdens de COVID-periode begonnen, want ik was binnen, ik had niets te doen, we hadden lockdown en toen ben ik met mijn olie begonnen. Maar ik ben gaan uitbreiden en de motivatie is dat natural producten heel goed zijn voor de huid. Dus ik heb dus mijn natuurlijke producten en ik zie dat steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in mijn business, in wat ik doe. Dus dat is dus de motivatie om door te gaan. De ondernemers moedigen alle Surinaamse vrouwen die de aspiratie hebben om te ondernemen aan de obstakels die ze achterhouden uit de weg te werken. Als je ideeën hebt, twijfel niet. Wees niet bang. Het zal in het begin altijd wel kinderziektes hebben, maar het wordt uiteindelijk toch wel een succes. Wacht op niemand. Je moet onafhankelijk zijn en het maakt niet uit hoeveel jij verdient. Ook maar jij verdient 10 SRD, 100 SRD is jouw geld. Je moet gewoon als vrouw onafhankelijk zijn. En ja, sta op, ga studeren, ga lezen, ga iets doen, ga iemand helpen. Doe je ding, wees niet bang. Snap je, misschien ben je ergens in een hoek en je bent nog een beetje onzeker. Wat gaat men zeggen, maar mijn nummer is hier. Ik hoop we kunnen praten, we kunnen de meeste dingen samen doen. Dus voel je vrij. Als je een doel voor ogen hebt, moet je ervoor gaan. En je moet altijd zelfverzekerd zijn. Elk ondernemer begint met 1 klant. Van 1 wordt het 10. En van 10 wordt het groter. Dus sowieso, keep it up en altijd geloof hebben in de Heer. Daarover komt het zeker goed. U moet eigenlijk ondernemen. Dat is het beste. En bij het ondernemen hoeft u niet groot te beginnen. U begint klein en naarmate u gaat vorderen, u krijgt inzichten, zult u dan gaan uitbreiden. Maar ondernemen is heel goed. Het is nu een dure tijd, maar ondernemen in het klein is heel goed, omdat u dus meer kan verdienen en u heeft altijd wat op zak als vrouw. De organisatie zegt de beurs tot een terugkerend evenement te willen maken.